Wie is je celebrity crush? Iedereen's favoriete vraag. Maarten en Bouten, wie is je celebrity crush? Armin, wie is jouw celebrity crush? Nu ben ik ook wel benieuwd. Ja. Denk je hiermee tijd te gaan pakken voor je vlog? Ik denk dat ik er geen heb. Heb ik niet eigenlijk. Ja, dat is geen antwoord. Is een ik heb niet een, geen celebrity crush ook een antwoord? Nee, niet die. Ja, toch? Dat zijn je zeven. Maar Nina Waring. Dua Lipa. Ja, de Anna. Elon Musk. Waarom vraag je dat aan mij? Nou, dan gooi ik gewoon Leonardo DiCaprio, maar dat is hem niet. Dat Nina's gepoord. Dat kan niet! Die kant-klare antwoorden van Timothy. Ken je Timothy Chalamet? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us. Hallo kijkers van Harmenfoto en welkom bij weer een goed nieuwe 50 vragen met. En vandaag beantwoord jij 50 vragen die ik jou ga stellen. Wat was het eerste wat je zou invoeren als je de baas van de wereld zou zijn? Misschien iets van dat racistische mensen in de gevangenis moeten zijn, maar iets waardoor er minder rommel is in de wereld. Als je een eigen eiland zou hebben, wat zou het eerste zijn wat je zou bouwen? Een huis. Dat is vrij logisch volgens mij. Ja. Waarom zeggen andere kampvuur? Waarom niet gewoon een huis? Als je naar een onbewoond eiland zou gaan voor de rest van je leven, is echt de standaardvraag. Wat zou je meenemen als dat maar één ding mocht zijn? Mijn telefoon, denk ik. Oh ja, van bellen. Jongens, ik zit op een onbewoond eiland voor de rest van mijn leven. Wie komt bellen? Wat is jouw geheime superkracht? Dat ik altijd mensen wil helpen. Dat is zeker wel, ja, zeker. Wat is het leukste cadeau dat je ooit gekregen hebt? Nu maak je één iemand blij en de rest van iedereen in je leven verdrietig. Ja, daarom. Ik zit niet echt te denken van... Want ik krijg wel meerdere leuk. Ik vind sowieso, als mensen cadeau van me kopen, al helemaal leuk. Ook al vind ik het cadeau niks, dan zijn we gewoon aan me gedacht. Ja, precies, precies. Oh, van mijn oma een ring. Oh ja, superleuk. Ja. Noem één ding wat mensen nog niet van je weten. Misschien dat ik half doof ben. Aan de ene kant. Aan welke oor? Had ik jou dat nooit verteld? Nee. Oh, daarom verstond je me... Nee, grapje. Nee, ik ben aan de rechterkant doof. Oh, dan zit je nu wel ideaal inderdaad. Ja. Stel je voor dat ik dan net aan die kant zat. Dat zou heel erg zijn. Ja, dan zat ik de hele tijd te watten van, wat zeg je? Wat is het leukste feestje waar je ooit geweest bent? Ik denk dat ik mijn verjaardagsfeest van mijn 17e verjaardag wel leuk vond. Want ik had toen voor het eerst zeg maar vriendinnen van verschillende vriendengroepen uitgenodigd. Mm-hmm. Dus ik was helemaal bang dat het niet zou uitlopen. Maar uiteindelijk was het gewoon super gezellig. Wat is je slechtste gewoonte? Ik denk uitstellen. Ik ben echt een uitsteller. Oh ja, 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 heel herkenbaar. Waar zou je wonen als je overal op de wereld zou mogen wonen? Ik denk Israël. Oh ja, 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 ja. Maar ik denk dat ik meer in de hoofdstad zou wonen. Een beetje Jeruzalem of zo. En mijn ouders hebben elkaar daar ontmoet. Oh, wat leuk, ja. En mijn opa en oma zelfs ook. Dus het is in onze familie zelfs van, oké, jij gaat naar Israël toe. Oh, dus jij gaat je eerste vriendje ook ontmoeten in Israël? Dat weet ik niet. Als mijn vriendje daar is op dat moment wel. Ja, leuk. Wat is je ergste vakantieervaring ooit? Dat weet ik oprecht niet. Ik heb wel op zich wel leuke vakanties. Ik denk dan vorige zomervakantie toen bijna niks kon doorgaan. Als je één dag zou mogen doen wat je echt alleen maar zelf wilt, wat zou je dan doen? Hoe zou jouw ideale dag eruit zien? Ik zou uitslapen. Dus de helft van de dag zou ik gewoon slapen. Je kan alles doen op één dag en je kiest ervoor om te slapen. Maar je kan niet elke dag uitslapen. Oké, okay, ja. Fair enough. En dan zou ik de hele avond gewoon door kunnen gaan, weet je wel? Ja, zeker. Tot 12 uur 's nachts. Ja, maar dan is de dag voorbij. Ja, dan is de dag voorbij. Dan word je opeens thuis wakker. Oh nee, wacht. Ik hou van om gewoon aan het begin van de dag gewoon iets random te doen wat je niet hebt gepland. Dus ik zou dan denk ik gewoon zonder van tevoren te plannen op reis willen gaan. Dat wil ik elke keer doen. Gewoon... Dat ik een keer bijvoorbeeld bij een vriendin aankom van, oké, zullen we op reis gaan? Want zullen we gewoon een vliegtuig pakken, gewoon ergens naartoe gaan? Of gewoon dat is wel superleuk. Ja, dat lijkt mij ook wel iets, eigenlijk. Ja. Maar dat je gewoon niks plant. Dat je gewoon wel ziet waar je komt. Met een dobbelsteen zo. Ja. Ben je ooit dronken geweest? Nee. Nog nooit? Nee. Ik ook niet. Ja. Eigenlijk niet zo raar op zich. Wat is het leukste waar je ooit meer dan 50 euro... Wat is het leukste waar je ooit minder dan 50 euro aan uit hebt gegeven? Ik denk dat dat... Dan een My Little Pony.
ik vind wat super leuk. Die heb je van je eigen geld gekocht? Ja, ik wou hem zo graag. Maar mijn ouders zouden hem niet geven. Oh, dus ja. Dus had ik echt al mijn zakgeld gespaard. Ik kreeg toen nog 50 cent per week. En dat was dan 5 euro of zo. Dan heb je echt 20 weken moeten sparen. Nee, 100 weken. Nee, ik kreeg 50 cent per week. En dat kostte iets van 5 euro. Oh, ja, tuurlijk. Het hoeft niet altijd. Ja, precies. Oké. Okay, wel... Maar ik speel dan ook elke dag mee. Dus het was wel... Maar op dit moment hoef ik het niet meer, zeg maar. Nou, kom ik opeens straks aan op je 30ste verjaardag. Hier, die My Little Pony pot die je zo graag wilde. Ik heb hem. 25 jaar geleden. Ja, precies. Wie zou je bellen als 112 het niet deed? Hangt van de situatie, denk ik, af. Een huisbrand. Mijn ouders? Nee, waarschijnlijk niet, want die zouden boos om me worden. Die zouden boos worden als het huis niet deed? Nou, als het mijn eigen huis is. Of ja? Als het hun huis is. Ja, dan worden ze wel boos. Ja, maar je kan het ook niet bepaald verzwijgen. Het is niet dat je zo goed kan poetsen dat niemand de woningbrand meer ziet. Dat is waar. Dus ze komen er sowieso. Ik ben ook niet zo rijk dat ik dat zelf zou kunnen fixen. Ja, precies. Mijn broer? Ik denk dat ik mijn broer zou bellen. Oh ja. Dan, dat ik eerst hem zou bellen, met hem een plan zou maken hoe we tegen onze ouders gaan vertellen en hoe, wat we gaan doen. Of mijn hoe plan we is die... jouw schuld. Ja. Ik ga weg. Ja, precies. Wie is je celebrity crush? Iedereen's favoriete vraag. Oh, nu gaat er allemaal haat komen op diegene. Ik heb er meer, dan is dat erg? Nee. Oké, ken je Timothy Chalamet? Oké, en hoe ken je hem? Eigenlijk van een vriendin. En ik ben toen films gaan kijken van hem. En hij is... Ja. En in elke film is hij even goed? Ja, en knap. Naar mijn mening. Ja. Ik heb wel eens zo'n dat ik van iemand een film kijk en helemaal verliefd word op dat karakter. En dan dat ik een andere film van diegene kijk en denk, oh, wat is het eigenlijk een beetje. Ja. Nou ja. Als je over een dag dood zou gaan, wat zou het laatste zijn wat je zou doen? Of iets waar ik heel bang voor ben, wat ik altijd wil doen. Dan heb ik iets van, oké, ik denk van een vliegtuig springen dan. Want ik heb hoogtevrees, maar ik wil het wel een keer gedaan hebben. Oké. Dus dan is van, oké, weet je, ik ga toch dood. Dus als ik nu door een vliegtuig dood ga, dat ik uiteindelijk... over 2 minuten dood ga. Ik ga dood. Ja, I can get it. Ja. Maar ik denk dat ik in die dag zelf, ik weet niet. Ik denk dat ik naar mijn familie zou gaan. Ja, dat is inderdaad het antwoord wat je echt van iedereen hoort. Nee, maar mijn familie woont ook niet in Nederland, hè? Ja, in Amerika. Ik heb het onthouden. Ik moet echt dossiers gaan bijhouden. Dat zeg ik altijd tegen iedereen. Dat ik daar allemaal geheimen inschrijf die mensen me hebben toevertrouwd. En dat ik zo kan zeggen. Oh ja, ben je bijgelovig? Nee, maar het is wel, ik weet niet, het is niet dat ik er heel erg in geloof, maar het is wel bijvoorbeeld dat ik dingen afklop soms. Gewoon. Oh ja, precies. Maar het is niet dat ik in geloof, het is gewoon, ik doe het gewoon. Bij welke film heb je het meest gehuild? Ik kan heel snel huilen om een film, dus. Ja, ik ook! Oh. Ik heb gisteren nog geld om een film. En ik weet de naam niet eens meer. Maar daar heeft volgens mij iedereen wel gehaald en ik weet de naam niet meer. Het gaat om een jongen en een meisje die elkaar, hoe heet die, die elkaar moeten en... We gaan hierop googelen. Nee. Film, jongen en nee, maar dat gebeurt in elke meisje die wacht, elkaar ik... ontmoeten. Ik zit nu films waar iedereen helpt op te zoeken. Oh, bij deze heb ik ook gehaald. My Sister's Keeper, ken je dit? En wat zijn films waarbij iedereen huilt? De Titanic? De Lion King? De Notebook, daar heb ik heel hard gehuild. Ken ik ook niet. Ja, bij Titanic heb ik niet gehuild. Nee, niet bij Titanic. Waar ben je een gevoelloos persoon? Iedereen huilt bij Titanic. Nee, ik voelde het wel zeg maar naar boven komen, maar ik wou niet huilen op dat moment, want ik was met een vriendin. Zij moest wel huilen. En ik dacht zo, ik ga niet huilen. Ik ga niet huilen. Elise, ik ga niet huilen. Daarna heb ik haar zitten uitdagen omdat ze moest huilen. En haar broer kwam het filmen. Oh, wat prachtig. Ja. Je hebt zulke films die altijd iedereen, waarvan iedereen zegt dat je ze moet zien. Titanic is er altijd één. Dan heb je iedereen die zegt, ja, je moet echt Harry Potter kijken en Lord of the Rings en zo. Heb je dat gezien? Lord of the Rings niet. Harry Potter, een paar delen, maar niet alles. Waar zie je jezelf over 10 jaar? Dan ben ik 27. Oh, shit. Over 10 jaar ben ik 27. Hallo, dan heb je al man en kinderen. Misschien. Tenminste. Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik dan... Ja, ik denk dat ik dan wel... een man wil hebben en misschien ook al een kind. Want ik wil zeg maar niet te vroeg gaan trouwen. Ik wil wel trouwen kinderen, maar ik wil ook nog een beetje kunnen reizen en oh ja, dingen van mijn bucketlist kunnen afstrepen.
Het enige nadeel is, ik weet niet of jouw ouders ook zo zijn, maar ik hoor heel veel van mijn vrienden die zulke ouders hebben die dan vertellen, ja, toen ik 20 was ging ik naar Thailand, toen ik 21 was naar Zuid-Afrika en nu gaan we elke vakantie naar Duitsland, nu ik kinderen heb. Dat is ook weer irritant, snap je? Nee, maar mijn moeder was al 21 toen ze mijn vader ontmoette. Oh ja, precies, ja. Dus, maar ik wil dat niet, want ik wil wel kinderen en alles, dat zeker. Maar ik wil zeg maar ook nog dingen, zeg maar dingen doen die je niet kan op het moment dat je kinderen krijgt en normaal. Ik wil gewoon nog een beetje ook ervaringen doen waarvan ik kan leren, zeg maar. Oh ja, die snap ik wel inderdaad. Ja, zeker. Hoe zou je jezelf beschrijven in 3 woorden? Ik denk behulpzaam, creatief, als ik er zin in heb. En lui. Oh, ja. Ik vind het altijd geweldig als mensen ook 1 negatief ding er inderdaad in noemen. Wat is het engste dat je ooit hebt meegemaakt? Horrorverhaal. Ik denk dat dat in een bus was. Toen zat ik in een bus naar dansen. Ik ging toen, zeg maar, mijn vader kon me niet brengen. En ik ging naar een nieuwe dansschool. Dus ik moest helemaal alleen. Ik was helemaal zenuwachtig een beetje, weet je wel. Mm-hmm. En toen kwam mijn man naast me zitten. En die begon een heel verhaal tegen mij. Dus ik zat van, oké, ik ken jou niet, maar leuk. Ja, ja, ja. En hij begon, ja, waar ga jij naartoe en zo. Dus ik weet niet waarom ik het ook tegen hem vertelde. Maar ik had het dus tegen hem verteld. Hij kwam me heel vertellen, ja, je moet je geen zorgen maken en zo. En hij begon, ja, het was... Hij bedoelde het heel aardig. Hij had een goed gesprek. Maar het was heel eng aan het begin. Want hij was zeg maar 40 jaar ouder dan mij. Ik dacht dat je het verhaal van de postbode zou vertellen. Oh ja, dat was ik helemaal vergeten. Dat vond ik ook heel eng. Dan was toen... Toen kwam een pakketje voor mijn moeder volgens mij. Mm-hmm. En toen deed ik open. En die postbode begon met mij te flirten. En ik weet niet. Ik vond het heel eng. Nou, hij was 20 of zo? Ja, hij was... 20, ik weet niet hoe oud, het was 23 of zo. Ja, inderdaad. Toen jij vertelde mij dat verhaal en ik dacht ook echt van, wat kan dat en zo. Dat is ook wel, ja, dat was wel echt een bizar verhaal. Want ik stond ook gewoon in mijn pyjama toen, hè? Ja, ja, ja. Dus je denkt even snel pakketje aannemen, snel weer er vanaf. En dan is het opeens niet zo. Want het was ook niet zeg maar dat ik knap uitzag op dat moment. Dus ik vond het ook een beetje van, ik vond het heel vaag. Zou je ooit, als je je rijbewijs hebt, een lifter een lift aanbieden? Het hangt er vanaf. Of hij knap is? Nee. Zo erg ben ik ook niet. Maar ik denk dat of ik alleen op dat moment ben in de auto. Want ik zou niet als ik alleen in de auto zit een onbekende man zeg maar in mijn nooit. Auto laten zitten. Wie dan ook? Ja. En als jij 20 bent en het is een kind van 12? Dan zou ik me afvragen wat een kind van 12 alleen op de snelweg doet. Of alleen langs de ja, weg. Ja, precies. Dan zou ik eerst zeggen van, yo, wat doe jij hier? Ja, ja, ja. Waar ja, ja. zijn je ouders? Heb je ooit gehuild om een liedje? Ja. Oh, nu wil je weten dat. Ja, dat was. Het is best een depressief liedje. Het was. Hoe heet dat liedje? Van Pretty and the Got Talent was het. Ik had het de allereerste keer dat ik Before You Go luisterde. Oh ja, yeah. Hopeful was het. Hope. Dat, want die jongen had dat geschreven, want die werd zelf gepest en zo. Ja, precies. En dan was echt zo'n. Het was niet dat ik huilde, maar ik voelde het wel. Van, ja, 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 ja. Heb je ooit tegen je ouders gelogen over iemand waar je heen ging? Ja. Nu ben ik heel benieuwd naar wie je ging. Ja, en ik weet niet of mijn ouders deze video gaan kijken of niet. Dat weet ik ook niet. Ja, dus daarom. Ja, oh, het is een geheim. Nee, het is niet per se een geheim, maar ik heb wel eens over gelogen. Laten we daarbij. Oké, ja, ja. Heb je ooit stiekem iemands WhatsAppjes gelezen? Ja. Zoek je dan op iets? Of gewoon zo van, oh, er komt toevallig iets binnen, heel even kijken. Heb je wel eens je eigen naam bijvoorbeeld in zo'n zoekopdracht op WhatsApp gezet? Nee, dat nog niet. Ik heb dat bij mensen gedaan. Echt? Toen was ik gewoon zo benieuwd dat zij voor mij zouden appen. Het nadeel is, mensen, als je vraagt, joh, wat vind jij van mij? Dan gaan ze altijd zeggen, oh, helemaal positief en zo. Maar je houdt er ook wel eens van om heel even te horen wat de negatieve dingen zijn die mensen over je vinden, snap je? Ja. Want iedereen heeft wel bepaalde dingen waar die zich bij een ander over ergert en zo. Maar dat zeg je nooit rechtstreeks in iemands gezicht. Ja, dat is waar. Dus daarom... Of je moet heel close zijn en gewoon zeggen... Ja, ja, ja. Gewoon zeggen van, yo, dit irriteert me, maar... Mm-hmm. Nee, ik denk dat ik ook nooit echt negatieve dingen... Ja, over mijn broer. Ja, 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 ja. Maar dat is gewoon broer-zus-relatie. Dus ik denk dat dat normaal is. Ja, ik heb wel eens dat ik met iemand ruzie heb en dan heel even het verhaal kwijt wil of zo. Ja. En dan heb je even iemand... Maar dan is het ook wel eens dat als ik dat teruglees, dat ik denk, ja, zo erg was nou ook weer niet.
Nee, maar op dat moment is het wel erg. Ja, precies. Wat is een goede prijs voor een verjaardagscadeau? Voor een hele goede vriend of vriendin? Ik kijk meestal dan niet naar prijzen, eerlijk gezegd. Jij kijkt niet ik kijk er wel naar. Like, ik moet wel zoveel geld hebben. Mm-hmm. Maar ik kijk meer... Ja, ik weet niet. Ik zorg wel dat het zeg maar voor vriendinnen in het algemeen een beetje rond dezelfde prijs zit. Want ik moet ook geld overhouden voor mezelf. Maar ik wil ook wel hun wat geven. Ja, precies. En er wel een beetje moeite in stoppen, want ik vind het wel leuk om mensen cadeautjes te geven. Ik ook, ja, dus zeker. Ja, dat merk ik. Ja? Dus meestal stop ik er wel veel aandacht in, of dan denk ik er goed over na. Maar ik kijk niet naar de prijs. De ene keer is het wat duurder dan de andere keer, maar... Zou je ooit een cadeautje geven van duurder dan 20 euro? Ja, als het een goede vriendin is, wel. Oh ja, precies. Ja, ik ben soms ook wel iets van, gewoon als er niks is, gewoon iets van een cadeau meenemen en zo. Want ik heb dan liever dat ik dan een duurder cadeau gebruik van ik weet dat ze het leuk vindt en gaat het gebruiken, weet je wel. Dan dat ik iets goedkoops koop en dat ze zoiets heeft van, wat moet ik hier eigenlijk mee? Ja, precies. Ja, ik ben nu een beetje met die leeftijd... Maar het is niet dat ik er niet op let. Ik let er wel, zeg maar, op, maar het is niet eerst waar ik naar kijk. Ja, ja, ja. Ik heb nu net een beetje dat ik af en toe mensen even iets wil geven waar ze echt iets aan hebben en niet gewoon snoep, want dat is altijd dat... Ja. Standaard. Toen ik jarig was, heb ik alleen maar snoep gekregen. Gewoon niks anders. Dus je ook wel een beetje denkt van ja... Het had iets persoonlijker gemogen. En dan, ja, kaartjes vind ik wel echt geweldig. Als ik kaartjes krijg met mensen dan... Ja, ik ook. Gewoon het feit dat zij aan je denken. Mm-hmm. Mij maakt nog niet uit dat je mensen cadeau geeft. Het feit dat je aan me denkt vind ik al geweldig. Ja, en dat je moeite en geld in wil stoppen. Ja, maar zelfs als iemand gewoon... briefje stuurt op gewoon een A4'tje of zo en die stopt dat door de bus. Ik vind het geweldig. Als ik dat soort dingen lees, ik plak het op mijn kast. Kijk je ouders jouw vlogs? Soms. Stop met kijken. Nee, grap. Ja, als ik heel soms dan hoor ik opeens van, oh, ik heb die video gekeken. En dan zie ik zo van, Oké. Maar ze kijken lang niet alles, dus dat scheelt weer. Vaak dingen die langer dan 20 minuten zijn, kijken ze nooit. Dus soms maak ik een video expres 20 minuten en 1 seconde. En dan... Weet ik, ze zeggen ook altijd, langer dan 20 minuten kijken we niet. Dus ja. Nou, zo belangrijk ben ik dus. Hoeveel kinderen zou je later willen? Nou, ik ben sowieso blij met alles wat ik krijg later. Dus ik zal dank, maar ik wil wel 4. Dat is allemaal wel mijn droom. Gewoon 2 jongens, 2 meisjes. Oh ja, ja, ja. Heel origineel, maar... Ik ook altijd. En dan de oudste wil ik het liefst dan een jongetje, zodat hij zijn zusjes kan beschermen en dat soort dingen. Wow, dat is echt heel... Zo heb ik er nog niet over nagedacht. Zijn vrouwen slimmer dan mannen? Wow, dat is niet per se. Ik weet niet. Ik zeg niet dat ze dommer zijn, maar ze hoeven ook niet per se slimmer te zijn. Sommige vrouwen zijn slimmer dan andere vrouwen of andere mannen. Moet de jongen altijd vragen om een relatie? Nee. Zou jij vragen om een relatie? Als ik het durf wel. Ik krijg heel vaak dus te horen, van als ik een meisje iets vraag, zeggen ze nee, meisje hoeft niet de jongen hoeft niet degene te zijn die de relatie vraagt. Maar als ik vraag, zou jij het durven? Dan zeggen ze meestal, nee, ik zou het niet durven. Nee, maar het geeft toe, maar dat is een jongen toch ook. Je bent toch bang dat je afgewezen wordt. Of dat er gewoon misbruik van gemaakt wordt dat je hem leuk vindt. Dus. Ja, precies, precies. Ja, dat is ook wel altijd. Ik denk niet dat het per se altijd van de kant van een jongen moet komen. Het is niet zo dat ik het niet leuk vind als een jongen mij vraagt. Als ik die jongen toevallig ook leuk vind. En als je die jongen niet leuk vindt, voel je dan niet alsnog vereerd? Ik voel me dan wel een beetje vereerd. Weet je wel, van, maar dat is iedereen toch wel van, oh, dat vindt me leuk, daarom. Weet je? Maar ik zou er denk ik geen misbruik van maken. Ik zou wel eerlijk zeggen, yo, ik vind jou niet leuk. Mm-hmm. Maar ik zou dan niet, zeg maar, ik weet niet. Er zijn ook mensen die dan helemaal misbruik gaan maken omdat ze weten dat iemand hem leuk vindt. En heel, hun ego, zeg maar, iets te veel omhoog gaat. Ja, ja, ja. Ik spreek ook wel eens vrienden die dan zeggen, ja, ze vroegen me opeens op een relatie. Toen heb ik gewoon ja gezegd, maar ik weet niet helemaal of ik haar leuk vind. En ze denken ook van, ja, zeg dan geen ja. Ja, want je speelt wel met gevoelens. En dat zou ik dan niet doen. Ja, precies. En als je dat dan uitmaakt, dan maak je het nog allemaal lastiger. Ja. Geloof je in liefde op het eerste gezicht? Ja, nee. Wow. Nee, ik geloof er wel in. Want ik geloof dat je verliefd kan worden op iemand als je diegene ziet. Maar ik geloof dan wel dat je elkaar dan ook moet leren kennen, weet je wel? Van... Ja, precies. Want iemand kan heel knap zijn, maar er is een verschil tussen knap zijn en iemand leuk vinden. Ben je ooit vrienden geworden met iemand die vroeger een vijand van je was? De helft van mijn vriendschap is zo ontstaan trouwens. Nee, maar wel met iemand waarvan ik toen ik haar zeg maar aan het begin zag. Toen dacht ik dat ze een bitch zou zijn. En dat ik mocht haar niet gewoon om hoe ze eruit zag. Uh-huh. Want ik dacht zo van, nee, ik mag jou niet. En toen kwam ze naast me zitten en toen mocht ik haar niet zijn. Nog steeds vriendinnen. Ik ben heel benieuwd naar wie je het nu hebt. Dus je moet nooit op uiterlijk afgaan. Ja. Altijd innerlijk. Ja, precies.
Maar uiterlijk is ook niet totaal onbelangrijk. Uiterlijk is mooi meegenomen. Zou je ooit iets nemen met de ex van je beste vriendin? Nee, denk ik niet. Mooi. Echt, iedereen zegt ja daarop, maar ik vind dat zo... Nee. Zoiets, dat doe je gewoon niet. Maar... Nee, want je maakt het alleen maar lastiger. Ja, precies. Ik zou dat kunnen als mijn vriendinnen met mijn ex zou nemen. Maar uiteindelijk zou ik het misschien... Oké, weet je, als het heel lang aanblijft en ze hebben echt... Dan zou ik misschien nog wel oké mee worden, maar... Ik zou in het begin wel moeite mee hebben. Ja, dan lijkt het ook zo ongemakkelijk dat je altijd je ex weer tegenkomt als je dan... Want je komt het vriendje van je beste vriendin toch wel vaak tegen. Ja. Dus ja. En dat... zij wil ook natuurlijk met jou erover praten. Van. Ja, precies. Dus ja, nee, ik zou dat niet doen. Ja. Of ik zou tenminste op zijn minst zou ik heel lang wachten. Zeg van, oké, misschien dat ik over een jaar geen gevoelens meer heb, weet je wel. Mm-hmm. Maar ik zou niet nemen, nee. Zou je ooit een tatoeage nemen? Nee. Of een piercing? Piercing misschien, maar tatoeage niet. Heb je oorbellen? Ja, maar ik heb ze dicht laten gaan. Oh, want je wou niet meer? Nee, ze waren schuin geprikt. Dus er was heel veel... Nee, het... Zijn je het gewoon verpest? Ja, eigenlijk wel. Dus ik laat nu dicht en doe ik het opnieuw. En dan goed. Oh ja, precies. Dat waren alweer 50 vragen. Maar dat is wow. Yeah. Ja. Dus, ontzettend bedankt voor het meedoen in mijn video. Geen probleem. Yes. Kunnen de mensen jou nog ergens op volgen of iets? Nou, ik heb Instagram en dat is het. Ja, ik zal het in de beschrijving zetten. En dan heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie allemaal weer bij een volgende video. Tot ziens. Tot later.